Kutselaar, wat is de Etalage Kunstmarkt precies? Het, zoals het woord zegt, een kunstmarkt. Dus heel veel verschillende voorwerpen die je in de etalage kunt bekijken. En hoe is de Etalage Kunstmarkt tot stand gekomen? Dat ik hier in de winkel stond en ik om me heen keek zo van... Oh, wat is het hier zonde, een prachtige ruimte, er gebeurt op dit moment niets mee. Waarom zou ik dat niet ergens voor gaan gebruiken? Welke kunstenaars doen er zoal mee? De kunstenaars die meedoen, die heb ik uitgenodigd omdat ik ze al heel lang ken. Bijvoorbeeld Corine Ridderikhof. Ik heb in mijn tijd op de kunstacademie stage gelopen in Amsterdam bij het Kleicollectief. En toen heb ik dus bij Corine in het huis gewoond een tijd. En ik heb heel veel geleerd van hun. Andere mensen die deelnemen is bijvoorbeeld Jet Maus. Ook iemand uit de keramiekwereld. Die heeft ook in het bestuur gezeten van onze vakgroep. En ja, daar heb ik mee samengewerkt. Ik heb van haar geleerd hoe je een heleboel dingen beter kan doen. Zo zijn het allemaal kunstenaars die ik in de loop der tijd zelf overal ontmoet heb. Hoe zijn de reacties van de bezoekers tot nu toe? Heel enthousiast. Het is ook de bedoeling dat ze dus de QR-codes kunnen scannen met hun telefoon. En dan kunnen ze thuis rustig de websites bekijken. Vooral de manier waarop de voorwerpen gemaakt zijn. Want dat is ook een beetje het doel, hè? Van dat je dus ook de kunstenaar leert kennen. Zijn er speciale momenten of dagen waarop ze de kunstproducten kunnen ophalen? Ja, we hebben vooral open op de koopzondagen. Want het is toch een beetje een kunstwinkel, een kunstgalerie. En je merkt dat op zondag toch de mensen daar de tijd voor nemen. Wat heb je allemaal gedaan om deze catalogus het licht te doen zien? Nou, het is voornamelijk veel zoeken naar al het goede beeldmateriaal. Mensen overtuigen dat ze hun beste foto's aan ons ter beschikking stellen. En daar dan een mooie samenstelling van maken. Waarin onderscheidt deze catalogus zich van alle andere catalogie? In ieder geval zie je van alle deelnemers een mooie foto waar ze aan het werk zijn. En hierbij overhandig ik het eerste exemplaar van de catalogus van 15 jaar bestaan Keramiekcentrum aan Daphne Fernhout. Alsjeblieft, Daphne. Dankjewel. Ik ben benieuwd wat we allemaal de toekomst gaat bieden samen. Ja. En ik ben heel trots op dat jullie hier straks een mooi evenement organiseren.